Suriname herdenkt vandaag 144 jaar Hindoestaanse immigratie. Dit geschiedt middels diverse activiteiten. Zo zijn er verschillende lezingen gehouden over helden van de immigratieperiode. Daarnaast zijn er bij het monument van Baba en Mai kransen gelegd en is er ook gebeden. De voorzitter van de Culturele Unie Suriname Kus, Anil Manurat, vertelt meer over de activiteiten. Normaal hebben we elk jaar hier een podiumprogramma en met dans, muziek, cultuur, leerprogramma en van alles erbij. Maar dit jaar houdt het simpel. Vandaag gaan we gewoon om 6 uur hier een beetje bidden. En samen met genodigden, een paar hoogwaardige bekleders komen, de ambassade komt er. Regeringsvertegenwoordigers krijgen we ook. En dan gaan we simpel gewoon weg de normale omhanging doen. En daarna even een beetje lekker bij elkaar zijn en een beetje gezellig doorbabbelen. Waar staat de Hindoestaan vandaag na 144 jaar in uw optiek? De Hindoestaan staat eigenlijk ver heel hoog. Als we kijken naar de Hindoestaan zelf, dan zien we dat de Hindoestaan eigenlijk overal zichtbaar is. Voor Manurat is het belangrijk dat de Hindoestaan in Suriname het proces van de immigratie niet vergeet. Hij wijst erop dat de voorouders veel hebben moeten ontberen voordat ze een behoorlijk bestaan konden opbouwen in Suriname. Een van hen die extra is belicht is de heldin Tetari. Een maand geleden hadden we een lezing en dat ging over Tetari. Tetari was een van de gevechtsstrijders, een dame, Tetari, moslima. Die werd vermoord tijdens de Hindoestaanse immigratieperiode. En we hadden meneer Bhagwan Bali uit Nederland, die heel veel literatuur heeft geschreven, naar Suriname gehaald. En toen hebben we een lezing daarover gehouden en heeft ook heel veel verteld over de Hindoestaanse immigratie. Denkt u dat de jongeren, de Hindoestaanse jongeren, wel stilstaan bij zo'n dag? Ja, zeker hoor. De Hindoestaanse jongeren staan stil. Als u het weekend een beetje heeft gevolgd, waren er overal activiteiten. En je ziet de jongeren zeker zichtbaar zijn. En dat stellen we zeer op prijs, want uiteindelijk moeten we dat allemaal zeker aan de jongeren overdragen. Anil Manurat, voorzitter van de Culturele Unie Suriname Kus. Onze nieuwsdienst sprak hem in verband met de herdenking van 144 jaar Hindoestaanse immigratie vandaag. Nikeri heeft dit jaar ook een Baba en Mai monument gekregen. Het monument is gisteren feestelijk onthuld en gepresenteerd aan de Nikeriaanse gemeenschap op het Volksplein tegenover de markt. Het gebeurde door de voorzitter van de Stichting Hindoestaanse Immigratie, SHI, Shabir Isaak, samen met districtscommissaris Wit Prakash Julum Singh. Het beeld is ontworpen door de 27-jarige Nigeriaan Ajay Parmal. Bij het plaatsen van het gedenkteken is een wens van veel Nigerianen die jaren geleden werd geuit, vervuld. In het kader van 144 jaar Hindoestaanse immigratie op 5 juni organiseert de Nationale Stichting Hindoestaanse Immigratie, NSHI, een aantal activiteiten. Zaterdag is voor de 12e keer een culturele muziek, zang en dansavond georganiseerd, de Sangeet Kiraat 2017. Op het partyterras van het La Roek gebouw mochten de gasten genieten van baitagana, chutney, sohars, bajans en filmliederen. Volgens NSHI-voorzitter Farid Ketwaru wordt de Sangeet Kiraat georganiseerd voor de instandhouding van de Hindoestaanse cultuur. Het programma hedenavond is ook opnieuw met zorg samengesteld. Een mix van oude en traditionele, moderne zang, dans en muziek. Wij zijn deze artiesten dankbaar dat zij elk op hun eigen wijze onze cultuur in stand houden. Dat is immers het doel van onze Sangeet Kiraat. Het publiek te verwennen met zang, dans en muziek, maar ook meteen hulde te brengen aan de artiesten die deze kunsten in feite nog beoefenen. De NSHI heeft behalve het behoud en promoten van de Hindoestaanse cultuur ook de renovatie en het uitbaten van het Lala Roek gebouw op zich genomen. De grootste uitdaging is thans de renovatie van het theater, zegt voorzitter Ketwaru. Maar ik kan u garanderen, we hebben dat nog niet opgegeven. We zijn bezig te werken aan tekeningen, bestek, projectplan moet komen. En daarna natuurlijk het moeilijke en zware werk
om mensen te vinden die willen geld erin willen stoppen. Ik zei het ook al, we hebben het Lalaroe Museum vorig jaar geopend. We zijn eigenlijk rond deze periode ook precies een jaar open, het museum dan. Het museum zouden we niet kunnen runnen door vrijwilligers. Dus ook aan hun wil ik toch mijn bijzondere erkentelijkheid uitspreken. En ik zeg dat niet zomaar, ik zeg het aan u. Want daarmee wil ik ook u oproepen om kennissen, familieleden, en met name kinderen, het museum te bezoeken. Het wordt nogmaals door vrijwilligers gerund eigenlijk en ter behoeve van u. Farid Ketwaru, voorzitter van de Nationale Stichting Hindoestaanse Immigratie. Hij sprak zaterdag op het partyterras van het Lalaroe-gebouw in verband met de 12e Sangeet Kirat in het kader van 144 jaar Hindoestaanse Immigratie.